het eitje met water gedaan. Oké, we staan nu even in de douche. Ik ben dus onder de douche geweest. Ik moet nog eventjes weer kammen en alles. Maar... ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer zaterdag 25 september 2021. En zoals jullie kunnen zien, achter mij is het bijna 10:10. Deze klok loopt een beetje achter. Het is in principe bijna inderdaad al 10:10. Maar oké, ik ga jullie zo meteen iets laten zien. Want zoals jullie weten, hebben wij gisteren een eitje in het water gedaan. Dat eitje is aardig uit. Ja. Dus dit is leuk. Dat is echt wel heel hard uit. Dus ik ga de camera draaien. En dan laat ik jullie zien. Het is echt heel gaaf dit. Is leuk. Is leuk. Ja. Dus heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, en wat ik al zei. Ik heb een eitje in het water gedaan. Moest je kijken. Zo cutie. Zit er nog wel wat in? En ik ga hem samen met Roderick eruit halen hoor. Echt. Ik vind het zo leuk. Gaaf, hè? Ik vind hem zo gaaf. Ja, hij is leuk. Nou, en dat dus tussen mijn orchideeën. En deze laat ik eigenlijk weer zo groeien. Want anders gaat hij helemaal naar boven. Nou, dit is mijn gele orchidee. Dit is mijn pannenkoekplantje. Mijn Magic Blue. Ja. Yeah. Mooi blauw. En deze is een beetje aan het sterven. Doe ik even expres. En dit is mijn witte. Ja, deze hebben we toen gehad op onze bruiloft. Hij doet ook gigantisch goed. Kijk, luchtdingetje. Ja. Hij doet het gewoon goed, zeg ik. En daar komt weer een luchtdingetje omhoog. Ja. Hier komt er weer eentje omhoog. Maar dat is geen lucht, maar dat is voor het plantje. Nou, en deze heb ik ook al nog steeds even mijn schoonmoeder nog. Nog steeds, kun je nagaan. Dus ja, ik hou aardige plantjes bij. Dus ja. En dan van de week weer een nieuwe. Dus dit is leuk. Ja. Grappig. Is leuk. Ja. Oké, we staan nu even in de douche. Ik ben dus onder de douche geweest. Ik moet nog eventjes weer kammen en alles. Maar... dit is het haar wat ik dus op dit moment heb verloren onder de douche. En dan ga ik soms ook even jullie laten zien, want Ro is er ook alweer. Ja, Ro is er ook, gezellig. Klopt. Kijk, hij schudt. Hij. Hi. Gaat hij? Vind je meer ja, in gaat, het licht? Graag. Gaat, ja, staan, ja. Nee, maar jij gaat in het donker staan. Doe. Doe. Nee, kom eens hier, lief. Kom eens. Ja, zo, hè, kijk, hi. Vraag gewoon, hoe gaat het? Het gaat zo. Is hier iets meer in. Ja. Kom eens hier. Maar hoezo, zo? Hoezo? Zo, nou niet anders, maar het kon beter, maar het geloof slechter. Ja, maar oké. Okay. Dus top. Weten we niet hoe het is. Dus nee, precies. Mooi, goed zo. Nou, mijn borstel heb ik leeg gehad, zoals je kan zien. Mijn haren zijn eruit. Nou, dus ik ga zo meteen eventjes laten zien wat ik dus hier weer in. Meeneem in deze borstel zometeen. Ja. Zoals ik dus net al zei, mijn borstel is leeg met haar. Ik zal nog even extra controleren. Dat is eigenlijk alleen maar stof wat hierop zit. En ja, dat laagje wat eraf gaat. Maar ik ga even borstelen nu. Kijk, dit neem ik dus alweer mee. Dat is echt gewoon mega veel voor mij doen.
Jee. Voor mij doen is dit mega veel. Ja, jullie krijgen zo. En heb ik hier dus nog een pluk erbij. Jee. Nou, dit verlies ik dus. Even. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Zo, goedemorgen. Lekker veel tegenlicht. Ja. En dan doe ik het zo. Voor iemand anders is het misschien heel weinig. Maar voor mij doen is dit al heel veel wat ik heb verloren. Eventjes een borstelbeurtje. En dit is dus elke dag zo, hè? Dit. Elke dag. En dit was het dus eerst niet. Het was gewoon een klein beetje. Was het ongeveer. Dit ongeveer wat ik verloor per dag. Nou, nu is het gewoon zo. Dus ja, kijk. En dan ga ik. Ik kan nou weer liggen. Gaan we even checken. Of alles eruit is. Nee. Kijk, en er komt weer iets vanaf, maar... En dan doe ik hem zometeen nog even in een... Kijk, en dan heb ik weer een hele plukje van mijn haar af. Nou. En zo blijf ik dus bezig. De hele dag. Zoals Rody kan nog wel eens haren van me afplukken. Net zoals mijn rijinstructeur. En die zegt ook wel eens, Kaar, wat verhaal je veel? Ja, sorry, kan ik ook niks aan doen. Dat is eenmaal nu zo. Nou, en dan is dit... Nou, kijk, dit was het dus vroeger wat ik dus... Vroeger nog voordat ik corona kreeg. Dit is corona gerealiteerd. Dit was het plukje wat ik eigenlijk vroeger verloor. Nou. VS vroeger, VS nu. Dag in, dag uit. Dus dat wil ik even met jullie delen. Ja, gewoon omdat ik het leuk vond. Nou ja, leuk. En leuk is anders. Maar zo ziet mijn haar er nog steeds mooi uit. Ik zal even een mooie scheiding maken voor jullie. Wow, hold. Zo, en dan ga ik even alles naar achteren doen. Zoals je dat ook weer kan zien. Nou, doe ik het even zelf, hè, vanzelf. Zo, dat is dus mijn haar. Met mooie kleurtjes. Dankzij Linda van Golden Sisters in Den Helder. Zo, nou, we zijn dus in Den Helder. We zijn dus bij mama. Ja, dat is leuk. En we hebben een tas mee, dus die gaat Ro even tillen. Dus ja, leuk bij mama te zijn. Doe ik wat doen. Niks doen, niks doen, niks doen, niks doen. Dit is leuk. Terug, kom. Kom. Niet tegen me aanspringen, schatje. Hi. Hoi.
Hallo. Ik was al veel eerder hoor. Wijka. Kom verder, schat. Zo, hoi. Hi. Hi. Hitler. Hoi, mag niet, hè? Wat, niet? Ik zei Hitler. Oh, nee, dat mag niet. Goeie reis gehad. Ja hoor. Ja, goeie reis. En nou kom je ook, en ook eens een keer in mijn vlog. Is leuk. Ja, inderdaad. Ja. Gezellig. Oh, knuffelkot. Maar we hebben wat voor u. Er moet sowieso wat in de vriezer voor de hondjes. Doe maar, schat. Ja. Geef het maar. Want ik kan toch niet tillen. Ik mag niet tillen. Het is zwaar. Het is zwaar. Dus ik zou zeggen, ga kijken, man. Even naar de keuken, want daar zet Ro het neer. Doet, en dat doet mama nooit. En dat doe ik ook nooit. Oh, oh, oh. Dat moet in de vriezer er wel, gelijk, man. Ja, maar ik heb geen ruimte. Ja, nou, dan zorgt u maar dat u ruimte krijgt, ergens. Valse dientjes. Oh, lekker. Nou, anders mag jij het ook hebben, hoor. Nou, en dan heb ik de... Pak dan. En dan die andere zak is ook extra dientjes, schat. Want ik heb geen ruimte in mijn vriezer. Die. Alsjeblieft. Oh, zo veel. Ja, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Ja, graag gedaan. Bewaar jij ook iets voor mij in jouw vriezer als jij wel ruimte hebt? Mijn vriezer. Ik heb wel ruimte. Top. Nou, we zijn even kort en bij mama geweest. Yay. Het is mooi weer trouwens. Heel mooi weer. Gaaf, gaaf, gaaf. Yay. En de vlog hangt uit. Hey. Ook leuk. Ja, yeah, nou, we gaan deze gezellige, leuke vlog afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Wat moeten ze doen? Duimpje omhoog. Belletje aan. Vergeet niet te abonneren. En laat zeker een leuke reactie achter. En dan zien jullie ons morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Dus, doei doei!